kerst pakt dit jaar natuurlijk iets anders uit dan normaal. Maar, dacht het Rotterdams Philharmonisch Orkest, we willen toch gezelligheid brengen. En daarom nemen ze hier in Ahoy vandaag een kerstmusical op, die mensen gratis kunnen bekijken op eerste kerstdag vanuit huis. We hebben het laatste jaar met het orkest heel erg ons best gedaan om voor iedereen er te zijn in zo'n raar jaar. En we hebben ook een heel groot musical publiek opgebouwd de afgelopen jaren met het orkest. En die wouden we eigenlijk ook graag iets geven voor de kerst. 6 weken geleden zijn we ermee begonnen. Dus we hebben het vrij snel moeten doen. En dan ben ik altijd heel trots als ik dan het orkest hoor spelen. En als het allemaal bij elkaar komt en het klopt, dan ben ik altijd heel gelukkig. Nu is Mike niet de enige die het een goed idee vond. Want aan de musical doen heel wat bekende namen mee. Denk aan een Frits Sissing, een Dina Medina of aan een Anne Fleur van den Berg. Die je zou kunnen kennen van Goede Tijden, Slechte Tijden of de musicals Grease en Mamma Mia. Ja, ik vind het echt mega vet om hier aan mee te doen. Het is natuurlijk waanzinnig om met zo'n orkest te mogen spelen. Dat doen we niet elke dag, zeker in musicals niet. Want dan ben je toch vaak met een klein orkest of met een band. Dus dit is echt heel speciaal. Om de kerstspirit helemaal over te brengen, spelen Anne Fleur en haar collega's samen met het voltallige orkest de mooiste kerst- en musicalnummers. Nog kerstwensen voor de mensen? Nou, ik wens eigenlijk gewoon iedereen een heel veel beter jaar dan we hadden uiteraard. En ik hoop dat ze in de muziek net zoveel troost vinden als het afgelopen jaar. En dat het orkest er altijd zal zijn voor iedereen die wil luisteren naar ons. En dat gun ik iedereen. Kun je nou niet wachten op de kerstmusical? Dan toch nog eventjes geduld. Hij staat vanaf de eerste kerstdag 2 uur 's middags online en is te zien via rpho.nl/kerst.